Welkom bij Stem of Slikken. Dit is de laatste aflevering. Mijn gast is Jort Kelder. Jort, goeiedag. Ja. Net voordat wij dit gesprek gingen aanvangen, hadden we het over dat de Europese Unie met de huidige koers misschien wel richting koers van opblazen gaat. Dat zei je net. Ja. Kan je vertellen wat je daarmee bedoelt? Nou, de ironie wat mij betreft is dat eigenlijk de grote voorstanders van de Ever Closer Union het zo zitten door te drijven, dit technocraat, het project Europa, zoals het dan heet, ze zoveel weerstand oproepen. Van democraten, van mensen die niet zo'n zin hebben om in totale pensioengeld naar Zuid-Europa over te sluizen. Naar gewoon allerlei krachten in de maatschappij losweken, die hebben niet nodig waren geweest. In feite hun rukzichtloze idealisme leidt tot de ondergang van Europa. Als ze het iets voorzichtiger zouden bekijken, van joh, wat is nou reëel, hoe moet je samenwerken, hoe gaan we dat met die euro doen, hoe gaan we dat met die dat Oekraïnse Balkan, Turkije doen. Ze dat iets redelijker doen, iets meer luisteren naar de toch ook wel gevoelens van onmacht en ongenoegen onder de bevolking. Dan zou het volgens mij veel beter met ze aflopen, met hun eigen idealen. Hoe zou die redelijkheid eruit kunnen zien dan? Ja, kijk, waarom is het ooit begonnen? Kijk, ik hoor van mijn oude vader, 85, oorlog meegemaakt, natuurlijk de verhalen over waarom dit begon. En dit begon natuurlijk om Frankrijk en Duitsland met elkaar te verzoenen. En of dat nou een staalunie was of of dat nou een politiek spel was, kan allemaal. Maar dat heeft toch heel lang goed gewerkt. En dan krijg je dus die EEG, die economische samenwerking. En dat is langzaam, eigenlijk door de Duitse eenwording, naar die euro doorgeschoven. En na de euro zeg je, als we een munt hebben, dan moeten we ook een politieke unie hebben. Hè? Een monetaire unie is ook een politieke unie. Nou, daar zijn ze nu echt mee bezig. Maar in plaats van dat ze dat project zeg maar binnen het kleinere Europa, het oude Europa, van de 6 of de 7, hoeveel hadden we er, ze dat nou afmaken, beginnen ze onderwijl overal uitbreidingen door te voeren van landen die er helemaal nog niet klaar voor was. Nou, dat gaat eerst mis met Griekenland, die er helemaal nooit in hadden gekund. Ze sluizen nu de hele Balkan er even bij. Kroatië gaat de euro in. Moet zien dat het goed gaat. Nu heb je die hele Oekraïne-discussie met een soort vervuiling op de achtergrond. Gaat het referendum er eigenlijk ook over, wel of niet, uitbreiding van Europa? Want dan zeggen we, nee, daar gaat het helemaal niet over. Net als met de Turken, nee, daar gaat het helemaal niet over. Maar het gaat er natuurlijk wel over. In die end gaat het daarover. En ik denk dat ze gewoon te snel willen. Kijk, dit is een hele grote. Het Europese continent is in een paar honderd jaar misschien ontstaan. Hè? Al die staatjes, je ziet hoe dat beweegt. En die politici zijn zo ambitieus en zo ijdel, dat zij denken dat je dit in één generatie, al die culturele verschillen, al die verschillende manieren van politiek bedrijven, van handelen, dat je dat even bij elkaar kan duwen en dat dan goed gaat. Zij willen gewoon te snel en daarmee blazen ze hem op. Je noemt drie redenen: ambitie, ijdelheid en idealisme. Nou, ik denk dat er het idealisme, in alle eerlijkheid, iemand gaat de politiek niet uit idealisme in, dat geloof ik. Oh nee? Nee, niet meer. In oorlogssituaties is dat die zo. Die kunnen we wegstrepen, dus dan blijven ambitie en ijdelheid over. Dat moeten ze officieel altijd zeggen, maar ik denk dat wij voornamelijk carrièrepolitici hebben. En het vak is, als je ijdel bent, dus als je te lelijk bent om acteur te worden, kan je cabaretier worden of politicus. Maar je wil wel beroemd zijn of zo, dan kies je voor de politiek. Het is een prachtig theater. En het is prima. Ik bedoel, iemand moet dat doen. Hè? Laten we wel wezen, we zijn heel grof gaan we met onze politici om. We praten zeer vrijpostig over ze. Je moet het maar willen. Maar het idee dat we daar pure idealisten hebben. Ik denk behalve een paar splinterpartijen, Dierenpartij, misschien sommige mensen bij GroenLinks, is de grootste gemeenschap in de politiek, in ieder geval in Nederland, bestaat denk ik uit gewoon mensen die een leuk vak willen en carrière willen maken. Oh ja, dat geldt ook voor die mensen die dit Europese project willen voortzetten. Jawel, dat Brussel is natuurlijk ook een doel op zich. Oh ja? Daar staat altijd een vent met een grote glanzende Mercedes klaar waar een deur open gaat waar ze instappen. Dat die manier van leven, dat je geschiedenisboek willen schrijven, je biografie bouwen. Is het dat, ja? Zit het dat erachter? Ja, denk ik. Nou, dit is een hele cynische kijk op carrière maken. Maar dat gewone mensen willen ook een leuk leven hebben. En wij mogen dat politici dus niet ontzeggen om dat te hebben. Dus een politicus mag bijvoorbeeld nooit zeggen, nee, ik wil minister worden. Waarom mag hij dat eigenlijk niet willen? Waarom mag je wel zeggen, ik wil een talkshow? Of ik dat is ook een beetje Nederlands natuurlijk, omdat ja, maar daar ben ik dus ook tegen. Ik vind het helemaal niet erg dat politici ambitie hebben dat ze iets voor zichzelf willen, als ze maar goed zijn, als ze meritocratisch gezien, hè, als ze maar de beste mensen ons leiden. Ja. En daar kun je wel eens aan twijfelen. Maar Europees gezien, als je kijkt naar het opblazen, we hadden het over Oekraïne erbij, we hadden Turkije erbij. Garantie voor een drama. Ja? Maar denk je dat zij echt denken, als we nou maar nu door het zuur heen komen en maar even niet te veel naar die mensen en die mopperaars luisteren en daar uiteindelijk komen, het beloofde land, dat we het dan wel recht trekken, wij slimme mensen? Ja. Denk je dat het zo is? Misschien op termijn van 100 jaar wel, dat weet ik niet. Maar om te beginnen, kijk,
wordt de hele tijd, discussie wordt bezoedeld met geopolitieke discussie. Ja, maar Poetin of ja, maar ISIS. Ja. Dus dat loopt er de hele tijd door. Dat is niet mijn specialisme. Er zijn mensen die er aanzienlijk meer vanaf weten. Ik kijk vooral naar het financiële. Mm-hmm. Het integreren van Europa op één financiële basis, op één munt. En dan hebben we nu nog maar alleen de euro beperkt, maar die willen ze natuurlijk ook uitbreiden. Mm-hmm. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Want dat betekent dat economieën in concurrentiekracht ongeveer aan moeten sluiten. En daar zit tussen Griekenland en Frankrijk, Griekenland en Duitsland zit ongeveer 30-40% verschil sowieso al, die in prijzen zou moeten aanpassen, tenminste. Dat betekent dat je dus altijd moet blijven aanpassen of heel snel moet hervormen. En dat doen ze niet. Want we hebben gratis geld tegenwoordig, de ECB drukt het geld, dus de regeringen hebben geen enkel incentive meer om zichzelf te vernieuwen. Mm-hmm. Het gaat gewoon niet lukken. Dan moet je, en eigenlijk iedere verstandige econoom vindt dat ook zo langzamerhand wel. Dan kan je nog steeds zeggen, oké, maar we willen toch die munten willen dan vasthouden, hoe doen we het dan? Hè? Hoe kom je er technisch uit? Maar zoals ze het nu hebben ingezet, kan het niet. En dat betekent, en dat vind ik het interessante, dat... Kijk, ik ben natuurlijk een rechtse engert, dus markteconomie, laat iedereen elkaar maar kapot concurreren. Ik kom daar wel mee weg. Maar als je nou sociaaldemocraat bent en je hebt de hele generatie, zeg maar, mensen uit simpele achtergronden, die heb je omhoog zien groeien, die hebben een pensioentje met ABP neergezet. We hebben een welvaartsstaat op sociaaldemocratische grondslag. Die gaat er dus aan. Ja. Want je kan toch niet de hele dag maar... geld naar het zuiden sturen en dan ook nog, wat er dan eens een keer bij komt, het hele vluchtelingenvraagstuk. Gaat ook serieus geld kosten. Garant staan voor noodmechanismen als het kan niet. Ja, het kan wel, maar dan moet je wel eerlijk zijn tegen je kiezers. En dan zeg je, oké, bent u bereid om 2% welvaart per jaar in te leveren? Feitelijk, dat is ongeveer waar we mee bezig zijn op dit moment. Je moet je voorstellen, als de rente op nul staat, die wordt kunstmatig op nul gezet in Frankfurt. Dan zie je wat met je pensioenfondsen gebeurt. Je ziet wat we in de garantiefondsen, het European Stability Mechanism, een black box ergens in Luxemburg, de ECB, bijna 4000. Hoeveel draagt Nederland bij potentieel dat ESM? Kijk, het enige wat Dijsselbloem officieel zegt, is gewoon in de miljoenennota, staan we garant voor, ik meen 153 miljard. En dat betekent eigenlijk als de Chinezen en Arabieren straks zeggen, hey, wacht even, je hebt niet betaald, dan moeten we binnen een week storten. Dat is gewoon verdragsrechtelijk, dat is het ESM. Dat ECB werkt weer anders. Dat ECB heeft natuurlijk helemaal een geweldig roulettespel wat ze daar spelen. Die nemen eigenlijk gewoon alle slechte leningen van landen en nu ook inmiddels van bedrijven, nemen ze op hun balans en dan zeggen, maar doen we net of ze gewoon 100% waard zijn. En dat gaat altijd goed. Dus een bank heeft dan bijvoorbeeld in Italië enorme problemen. Die moet van een bak leningen af, zodat die, zijn balans schoon wordt, zodat hij weer geld zou kunnen uitlenen. In theorie gaat dan de economie groeien. Maar die troep die komt bij de ECB erop staan. En dan zegt de ECB, we zeggen tegen niemand, want het is allemaal gewoon nog, het is precies hetzelfde waard. Een soort brandend huis zit je bij je neer, zeg maar, het is nog net zo goed als een huis dat niet brandt. Kan niet, klopt niet, werkt niet. En ooit krijg je die rekening, maar wat zij doen is door rekening die rente... uitschuiven. Ja, door die rente op nul te zetten kun je het lang uitstellen, hoef je niet snel in te grijpen. En ja, als je alle leningen doorschuift in plaats van een looptijd van 5 jaar of 10 jaar, geef je 30, 40 jaar. Dat is over 10 kabinetten. Dat is heel veel minister-presidenten na nu. En dus is het naar mij de zondvloed. Was jij al kritisch bij de introductie van de euro? Ja, maar dat had eigenlijk twee redenen. Ik hoorde helemaal in de jaren 90 tot die groep van... Er was natuurlijk een hele... een decennium waarin iedereen positief was. Technologische revolutie, we hadden geen Oost-West-conflict meer. Het kwam allemaal wel goed. Dus ik was op zichzelf heel kritisch op die euro, voornamelijk vanwege de wisselkoers. Ja. Wij zijn in feite 10% armer geworden in één keer ten opzichte van de Duitsers. Mm-hmm. Door een blunder van Zalm, of een blunder eigenlijk, een politiek akkoordje om de Duitse eenwording te kunnen financieren. Ja. Is dat vond het team van de markt of wat? Ja, dat is natuurlijk toch wel gebeurd. Ja. Maar goed, dat is een politiek akkoord geweest. Ja. Nooit in het parlement aan bod geweest, gewoon lekker meegestemd in Nederland. Ja. Maar dat vond ik wel raar toen al. Ja, maar aan zich was je niet tegen. Nee, maar ik vind het project is op zich ook goed. Dus het idee, de radicalinskies die zeggen, we blazen de hele EU op. En we blazen sowieso die hele munt op. Ik zou zeggen, je hebt met elkaar een paar afspraken gemaakt over waar je moet voldoen om in die munt te mogen. Als je er niet aan voldoet, mag je niet meedoen. En wat, dus moet Zuid-Europa eruit en eigenlijk ook Frankrijk. Maar misschien het hele regio rond Milaan en Barcelona mag er weer in. Van mij mag dat. Als je maar gewoon je afspraken nakomt. Ja. Dus je moet eigenlijk de mensen die zich niet, en landen die zich niet aan afspraken houden, eruit gooien. Dus iedereen met een beetje fatsoenlijke balans mag erin blijven en de ronde eruit. Ja, dat is toch het idee ook. Ja, maar dan werkt het technisch ook. Dan kan het ook werken. Ja, maar het idee is nou juist om die landen te gaan helpen die het zwaar hebben. Zodat we samen een grotere gezin kunnen bouwen.
Ja, maar die solidariteit vind ik echt leugenachtig. Okay. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen van Polen, hij is bij Europa gekomen. Die dragen nu best iets bij. We hebben ook echt wel wat export naar Polen. Hmm. Al met al verdienen ze 13 miljard per jaar, netto ontvanger. Polen, dat gun ik ze allemaal. Maar ik vind toch dat iedereen een beetje zijn eigen broek moet ophouden. Want je kan gewoon niet aan de Nederlandse middenklasse en lagere middenklasse vragen en jullie moeten het bonnetje betalen. Want waar hebben zij dat dan aan verdiend? Ik vind bijvoorbeeld altijd dat beetje stokpaardje van mij. Ik heb het heel vaak over zwart geld. Dat is iets wat in de geesten van noordelijke politici niet bestaan. Want die betalen keurig belasting en hebben geen idee dat mensen dat zouden doen. Dat ze dat überhaupt in hun hoofd zouden hebben. Mm. Als je nou weet dat de economie bezuiden de Alpen uit, dat kan je nooit helemaal zeggen, maar 20%, 30%, 40% zwart geld is. Wij hebben natuurlijk een papieren welvaart die in het Noorden heel hoog is. We hebben al onze pensioentjes keurig bij die grote fondsen neergezet. Dat werkt in Italië natuurlijk heel anders. Er ligt in sokken. De rijke familie zetten hun geld in Zwitserland. Mm. Het zit misschien in een sok. Het zit in een tweede, derde huis wat niet helemaal goed op de balans staat. Dus zij hebben een heel ander spaarsysteem dan wij. Dan kan je zeggen dat is heel fout, wij zijn beter. Nou, dat zou ik eigenlijk helemaal niet willen zeggen. Het is een ander systeem. En dat heeft gewoon langere tijd nodig om in elkaar te schrijven. Alleen het is wel raar ten opzichte van gewone Nederlanders om te zeggen, nee, nu gaan we ons systeem gaan we hanteren en jullie betalen al die arme zielige mensen. Alleen we hebben het niet over hun zwarte geld. Ja, ja. Als je nou toch ziet, joh, de hele Griekse elite die vertrokken is naar Londen en hun geld in Zwitserland. Ik zat vorige week nog in zo'n skiclub. Ja. Er zitten al die Grieken gewoon aan tafel, die lachen zich echt een breuk. Waarover? Die worden, nou, die hebben gewoon, er zit gewoon een vent te vertellen, ja, net voordat we genationaliseerd werden de banken, geherkapitaliseerd, even 300 miljoen naar Zwitserland gesluist. Wordt niet vervolgd, lachen. Dat pikken wij. Want die 300 miljoen werden toch wel aange... Ja, nee, maar dan schuiven ze gewoon hun geld eruit. Hè? Ja. Meneer Tsiros Latsis, een beroemd geval, rijkste man van Griekenland, Eurobank, heeft gewoon daags voordat die bank viel, heeft hij nog even aandeel op naam van zijn kinderen gezet, naar Zwitserland geschuift. Kijk, als Dijsselbloem nou een beetje stoer is, dan zegt hij gewoon een keer in die eurogroep, luister jongens, alles goed en wel, we willen best solidair zijn, maar we gaan al die rotzakken pakken. En dan komt een groot project en dan komt gewoon een groot internationale field, Europol heet het. En we grijpen ze. En dan dat, of je daar heel veel honderden miljarden mee ophaalt, weet ik niet. Maar het dempt in ieder geval iets af van het gevoel van onrechtvaardigheid in Noord-Europa. Want ik baal ervan dat ik 61% belasting betaal. Dus niet als klein mannetje zeggen. Maar wij betalen dat. Daarmee houden wij onze welvaartsstaat overeind. Ja. En zij doen het gewoon niet. En dat kan niet. Ik vind het echt een hele. Wat is dan wel positief aan de euro, Jort? Nou kijk, het is natuurlijk geen wonder dat alle grote bedrijven voor zijn. Grote werkgevers zijn voor. Mm-hmm. Waarom? Omdat als je met één munt werkt, je hebt geen valutarisico's meer. Voor die grote bedrijven toch wel belangrijk hoor. Ja? Ook met landen als Duitsland en Frankrijk, dat zijn risico dan? Nee, daar hadden we al niet zoveel van. Nee, maar het maakt het absoluut makkelijk. Ik kan niet zeggen, kijk, ze hebben nooit kunnen aantonen dat we door die euro geld hebben verdiend. We hebben door de euro waarschijnlijk inmiddels heel veel geld verloren. Door de Europese Unie, wat makkelijker zonder grenzen. Dat wordt ongeveer op een maandje inkomen, geloof ik, per maand geschat. Tot de crisis hoor. Daarna weet je het ook niet meer. Inmiddels is het natuurlijk het sommetje negatief. Maar even vanuit de logica geredeneerd. Als je open grens hebt, als je open verhouding hebt, vrij handel feitelijk. Daar kun je van profiteren, dat kan niet anders. Ben je de laatste paar jaar van mening veranderd in zekere zin? Ja, omdat ik me in die financiële crisis heb verdiept. Ja. Nou, in feite sinds de val van Griekenland. Wat eigenlijk een topje van de ijsberg is. Maar ook de rol van Goldman Sachs erin. En... Ja, ik doe nooit zo'n complottheorie. Kijk, nee, er is toch geen complottheorie dat Goldman Sachs daar wat mee te maken had en dat die referenda gehouden zijn? Nee, zeker. Maar laat ik zeggen, de rol van de financiële wereld. Het gevaarlijke spel dat in Londen wordt gespeeld. En wat is dat technische faillissement in feite van de Deutsche Bank zo langzamerhand. Ja, maar voor mensen om te begrijpen, het gevaarlijke spel in Londen, wat betekent goed, dat? Ik bedoel, er is in feite in die hele financiële wereld, sinds niet meer jongens van de dappermarkt, handelaartjes met open outcare handelen, maar wiskundige economen die derivatenconstructies maken, is er een soort ballon van producten ontstaan waar de directies van die banken eigenlijk maar weinig zicht op hebben en niemand heel veel zicht op heeft. Om je een idee te geven, Deutsche Bank heeft voor 56,5 biljard aan derivaten uitstaan. Dat is niet 100% risico, maar als er maar 1% probleem is, dan flikker je toch om, want het is 13 keer de Duitse economie. Dus als je gewoon, dat is natuurlijk best een nieuw fenomeen sinds de jaren 90. En dat groeit ons boven de hoofd. En bij iedere transactie loopt natuurlijk een heel klein commissietje mee van een vent met bretels. Of die bij Goldman of Morgan Stanley of JP Morgan werkt, of HSBC. Die verdienen daaraan. Dat is hun handel. En dat kun je ze niet kwalijk nemen in die zin dat het is moreel misschien laagwaardig. Maar ja, je moet niet boos worden dat een ander haar geld wil verdienen. Daar zijn zij voor. Alleen de politici, die moeten verantwoordelijkheid moeten nemen. Die moeten gewoon naar de financiële systematiek kijken. Kijk, het idee dat het is heel makkelijk. Het is een soort complot uit SP-denken van het licht aan Goldman Sachs. Maar de essentie is,
handelaren handelen alleen waar distorties zijn, waar iets te verdienen is, ja, in de markt. En omdat overheden slecht beleid voeren. Kijk, Soros is heel rijk geworden aan de val van pond. Ja. Maar dat kwam wel omdat de Engelse economie niet goed gerund werd. Nee, maar jij noemde het voorbeeld van Griekenland. En met Griekenland is wat met de cijfers een beetje gerommeld om ze erin te krijgen. Ja, maar ook daar weer. Goldman Sachs is natuurlijk schandalig. Hmm. Hebben behoorlijke boetes trouwens wel betaald voor hun verpakte hypotheek. Behoorlijk. Voor ons grote bedragen. Het hele Amerikaanse bankwezen, geloof ik. Wat was het bedrag? Veel miljard. Het is wel een sommetje, ja. Maar goed, niet zoveel dat ze uit hun huis in de Hamptons hoeven. Dus dat is nog niet gebeurd. Nee. Dus het prima als je die verantwoordelijkheid pakt. Maar de essentie is het foute beleid van politici die Goldman Sachs de ruimte geeft. En bijvoorbeeld die hele quantitative easing die nu plaatsvindt, 80 miljard per maand. Ja. Dat loopt toch weer via Londense banken die daar weer allemaal commissie pakken. Ja. Die verdienen weer. Het is een geldverruiming. Kijk, het hele idee dat wij in een kapitalistisch systeem zouden leven, waar de vraag en aanbod het spel bepaalt, dat is natuurlijk niet waar. De economie op wereldschaal wordt gewoon nu volledig door politici en semi-politici, centrale bankiers, gerund. Ja, de winkelier op de hoek heeft nog vraag en aanbod, een winkelbel. Maar voor de rest, dat hele monetaire beleid, dat loopt natuurlijk dwars doorheen. En dat is echt puur politiek. Nou, spreek jij misschien wel als politici, bijvoorbeeld een minister-president in Nederland? Ja. Hoe kijkt hij tegen de ontwikkelingen aan van dit referendum? Ja, dat ga ik niet delen hier. Dat vind ik, dat gaat altijd over Rutte. Die man is behoorlijk verstandig. Ik vind het uitstekend minister-president. Maar ik heb over dit soort dingen ga ik geen. Halen we eruit. Maar waarom ik kan je wel vertellen waarom ik het interessant vind. Omdat, en dat is niet om. Dat is omdat hij hier persoonlijk natuurlijk tot zijn nek in zit. Ja. Ja, dan moet hij wel eens een baan. Nee, maar ik bedoel, en jij zegt, ik ben eigenlijk een beetje van mening veranderd de laatste paar jaar. Ja. Dus dan kan je voorstellen dat jij het ooit meer met hem eens was dan nu. Maar moet je voorstellen dat je voor de crisis exact hetzelfde vond als daarna. Ja. Dan heb je toch de krant neergelegd. Moet je politicus zijn. Of bankier. Nou ja, goed. Kijk, zij hebben een strategie van pap en nat houden. We storten er nog wat geld bij. Misschien redden we het. Ze lijmen het ene vage akkoord. En dat is natuurlijk het praktische werk. En je zal met al die Turken en Oekraïners aan tafel zitten. Het is natuurlijk ook heel complex. Politiek eindigt altijd met een vage deal. En ik heb hier de kracht als journalist en de luxe om gewoon te zeggen wat ik vind. Ja. En ik zeg helemaal niet dat hij het daarmee oneens is. Alleen in de praktijk, kijk, als ik met die kerels aan tafel zou zitten, zou ik het ook niet doorkrijgen. Hoe vind jij de verslaggeving van Nederland over dit referendum? Nou, Ik vind eigenlijk het debat uit de hand lopen. Dus het is, ik vind eerlijk gezegd, het is een omdraaiing van alle waardes. Dus ik heb nu allemaal GroenLinks standpunten die ik tegen GroenLinks moet verdedigen. Van waarom geven jullie al die oligarchen zoveel ruimte om hun fiscale zwarte geld feitelijk het land uit te sluizen? Waarom staan jullie niet wat harder op voor dierenrechten? En wat zeggen ze dan? Ja, dat is curieus. Dat Europa is natuurlijk een geloof geworden. Dat is echt een religie. En het meest curieus is wel dat de partij als D66, wat toch echt oorspronkelijk de partij van de denkers zou kunnen zijn, de intellectuele partij, daar mag je dus helemaal niet meer nadenken. Dan moet je gewoon een soort blind van wij zijn voor, wij zijn voor, wij zijn voor. Ja. Kom je ook nog met een argument? Misschien, ja, we handelen veel. Ja, maar we handelen helemaal niet veel. Blijkt dat. Ja, oké, doet er niet toe. Maar de Oekraïners willen. Ja, de Oekraïners willen het wel. Maar een groot gedeelte van Oekraïne vindt het ook niet zo'n goed idee om ruzie met Rusland te maken. Je mag het allemaal niet meer zeggen. Dus er is geen normaal gesprek meer mogelijk. En dat vind ik wel jammer. Dus we zouden elkaar ergens misschien wel in het midden terecht tegemoet moeten komen. Mijn voorstel zou zijn, dat verdrag is zo dik geworden omdat er niks in staat. Hoe bedoel je er niks in staan? Vaag. Nou ja, 300 zoveel pagina's goede bedoelingen en ontwijkingsmanoeuvres. Ja. We moeten de dialoog aangaan. En Dat is op zich niks mis mee. Het zegt te weinig. Nee, maar laten we even ter nuance en om D66 GroenLinks tegemoet te komen. Ja. Op zich, als we dat verdrag tekenen, als we zeggen, we zijn voor. Dat zou helemaal niet zo slecht voor Oekraïne zijn in de zin van, natuurlijk krijg je dan wat relaties, keep them close to the chest, je praat met ze, de homo's zullen wat minder gediscrimineerd worden, zou best kunnen. Hè, dat ze wat meer invloed van Europa in hun beleid hebben. Maar aan de andere kant moet je er ook niet naïef over zijn. Als je bijvoorbeeld, gewoon een concreet punt, heel interessant hoe dit debat gaat. Wij schreven op 95 al weken geleden over de kippenexport uit Oekraïne naar Nederland, als voorbeeld. Omdat een van die toppolitici daar ook allemaal banden mee heeft. Dus Oekraïne doet aardig wat tonnetjes feitelijk inferieure plofkippen naar Europa. Ja. Zei ik dat tegen de campagneleider van de VVD? Hij zei, dat is niet waar. Komt geen kip Europa in. Ik zeg, niet waar. Hier zijn de cijfers. Hoezo? Oh ja, nou ja, dan praat ze er een beetje omheen. Maar
wat wij doen om Oekraïne maar snel erbij te krijgen, laten we eigenlijk onze eigen normen vallen. En als je zegt van je mag erbij komen, maar dan moet je wel zo met die kippen omgaan, of zo met fiscaliteit omgaan, zo met moderniteit omgaan. Ja. Dat doen we niet. Zeg, nou, dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Doe een beetje je best de komende jaren, maar kom er vast bij, want dan hebben we Poetin in ieder geval een hak gezet. En dat vind ik geen argument. Maar zo hebben we toch ook al onze boekhoudkundige normen laten varen? Ja. En toch ook al ecologisch? Zo kan je toch op heel veel gebieden zeggen dat onze normen... Mijn punt, financieel. Ja. Interessante discussie. Ik heb met meerdere politici, en bepaald niet de minste, kan ik je zeggen, discussies gehad. Ja, oké, dat het IMF 17 miljard of 16 miljard dollar stuurt. Mm. Oké, dat doet het IMF. Begrotingssteun, het hele land is in elkaar geflikkerd, omdat natuurlijk de handel met Rusland op slot staat. Vervolgens heb je een discussie en dan zeg je tegen zijn politicus, en wij sturen ook 11 miljard Europa. Zij is niet waar. Dat is niet waar. Persbericht. Nee, is niet waar. Dat is onzin, demagogie. En dan schrijft Dijsselbloem vorige week nog in de krant, nee, het is maar een miljard. Maar dat is gewoon een leugentje. Dat is dan een miljard nu geweest, maar er komt nog veel meer. Mm-hmm. Wij steunen een land wat slecht gerund wordt door 40 oligarchen, waarvan ik maar moet zien dat er vernieuwing komt. Laten wat is dat nou echt zo, die 40 oligarchen? Nou, die hebben wel die economie in hand. Dat zijn eigenlijk de mensen die de genationaliseerde bedrijven voor een prikje hebben kunnen kopen. Net als in Rusland eigenlijk in de jaren 90. Ja. En die runnen dan nog. Er schijnt een goede minister van Financiën te zijn gekomen. Nou, godlof. Okay. Laten we hopen dat ze iets kan veranderen. Maar dat moet je nog maar zien. Dus je kan ook zeggen, oké, jongens, we houden jullie deze worst voor. Je mag misschien in dat verdrag. Ja. Maar ga nou eerst een paar criteria wat harder stellen. We gaan geen plofkippen accepteren. Dat gaan we allemaal niet doen. Je moet gewoon aan voorwaarden voldoen. Dan mag je meedoen en dan ben je zeer welkom. En dan nog niet in Europa, maar in de vrijhandels. Ja, want wat denk je van de EU-lidmaatschap? Staat dat op de rol, denk je? Nou ja, zeker. Dat is natuurlijk, het is in ieder geval vanuit Oekraïne een belang, net als het vanuit Turkije een belang is. Ja. En dat kan je ze niet kwalijk nemen, want dat betekent dat je heel veel Europese steun krijgt. Nee, met die landen willen, snap ik. Maar... wij sturen Turkije bijvoorbeeld al miljarden voor dat hele vluchtelingenverhaal. Ja. Sowieso miljarden structuurfonds ieder jaar. Dus wij sponsoren Erdogan sowieso. Er zijn nu al snelwegen in Turkije op onze kosten gebouwd. Wat ik ook vind. Maar goed, dat gebeurt dus. Ja, dan kan je zeggen dat is, weet je, we gaan in één zeg maar, land aan de rand van het oude Europa kijken en alle snelwegen worden door ons betaald. Waar sprake van is dat ze er ook bij gaan komen bij de EU? Nou ja, de Balkan gaat. De Balkan waar altijd alle oorlogen begonnen. Ja. Ja, vind ik eng. Ja. Dus je kan zeggen, hou ze erbij, dan krijg je een oorlog. Maar je kan ook zeggen, als je er te snel bij haalt, heb je de ellende in huis. Je importeert toch een oorlog. En wat vind je eng daaraan? Nou, dat in feite is de splitsing is natuurlijk christendom-islam, sorry dat ik het zeg. Maar daar hangt natuurlijk op de Balkan de splitsing. Zij hebben het Ottomaanse Rijk over zich heen gekregen. En daar mag in de Nederlandse politiek speelt religie natuurlijk nooit een rol. Nou, ik zou zeggen, was het maar zo. Maar dat is natuurlijk de reden dat Oost-Europa ook wat feller is met vluchtelingen. Ja, Hongarije heeft geen zin in islam te binden. Is dat de reden? Ja, zij hebben het Ottomaanse Rijk langs gekregen. Ze hebben daar gewoon geen zin in. Dat wordt ja, maar dat is 500 jaar geleden. Ja, dat is waar. Nou, korter. Dan wordt in Brussel ook niet in dank afgenomen dat ze daar een soort eigen idee over hebben. Nou, het is ook wel... ik vind het ook geen prettige man, meneer Orbán. Nee, maar los van of hij prettig is. Hij heeft wel iets meer steun dan onze grote partijen gekregen, onze eigen bevolking. Dus wie zijn wij om daarover te oordelen? Dat moeten ze echt zelf in Hongarije maar even bedenken. Ja, dus ik ben cynischer geworden, sadder en wiser. De feiten zijn ernaar. En ik denk, als je Europa wil opblazen, moet je vooral zo doorgaan. En dan zitten we of met een wereldoorlog over een paar jaar, of we zitten met een, sowieso denk ik al niet meer te voorkomen, met een faillissement. Alleen dat zullen ze nog 10, 15, 20 jaar weet niemand door kunnen komen. Faillissement van? Nou, binnen de Europese Unie staat geloof ik 28.000 miljard aan schuld uit. Dat is particulier, dat is staatsschuld, alle schulden om elkaar. Maar wij zijn natuurlijk in de westerse wereld verslaafd aan schuld geraakt. Mm-hmm. Het antwoord van meneer Draghi en de nationale regering is nog meer schuld maken. Ja, investeren, Keynesiaans. Ja. Dus laten we nog meer schuld gaan maken. Dat is natuurlijk uiteindelijk iets waar wij allemaal op stuk lopen, ook Amerika. Maar die hebben nou eenmaal de wereldmunt en dan heb je een voordeel. Ja, dus je verwacht dat die euro uiteindelijk niet gaat houden, als laatste vraag? Onmogelijk. Ja? De euro gaat eraan. Dat kan niet anders. Ja, tenzij je dus jouw eigen bevolking niet bereid is om 30% van zijn welvaart op termijn in te leven. Dan moet je dan wel even duidelijk maken dat dat moet. En dan? Wat komt er naar de euro? Wat kan er komen naar de euro? Nou ja, nee, we moeten de euro beter gaan managen. Je moet de zwakke landen eruit gooien of je begint met een noordelijke euro. De zwakke landen eruit gooien, zou ik zeggen, het project is mislukt. En dat zullen ze niet zo... Jawel, maar kun je toch ook tijdelijk zeggen. Je hoeft toch niet als een kip zonder kop door te drijven tot de trein ontspoort. We zijn toch nu al half uit de rails en ze geven nog even gas bij. Ja. En wat heeft dat voor zin? Waarom zo doordrijven? Ik heb als die discussie met Laurens-Jan Brinkhorst gehad. En je denkt echt, op welke planeet leeft deze man? Ik bedoel, kijkt hij wel rond? In welke, hij zegt, jij bent nog de Napoleontische oorlog aan het voeren. Ik denk echt, waar heb je het over? Kijk gewoon naar de financiën van Europa. Dat is genoeg om te begrijpen dat het niet kan. En
Iedereen ziet dat er een ongeluk is begaan door die euro. En niemand heeft de kracht om te zeggen, misschien moeten we daar eens wat aan gaan doen. Omdat hun eigen politieke lot eraan verbonden is. Ja. Dus we hebben in feite een hele generatie van politici die dit niet ter discussie willen stellen. Wij zijn bijvoorbeeld naar de Kamer gegaan met zo'n burgerinitiatief van, zouden we eens een onderzoek moeten doen naar de euro? Hoe moet dat nou verder? Hebben ze geen zin in. Het is nog niet officieel besloten, maar je voelt gewoon, ze hebben er helemaal geen zin in. Grootste financiële fout uit de generatie. Ik was er ook voor, zichzelf. Dus laten we ook erkennen dat iedereen daar bij is geweest toen. Maar als je nou zo'n fout begaat, mag je er gewoon eens een keer verstandig over nadenken. Maar dat schijnt niet te kunnen. Voorschijnend inzicht. Want dan ben je, hoor je niet meer tot de beschaafde mensen. Dan ben je onverantwoordelijk bezig. Dan ben je voor Poetin. Dankjewel, Jort. Alsjeblieft.